Hoi allemaal, mijn naam is Mike en dit is Oliver. En wij zijn de I Am Squat Movement. Cool. Klopt, ja. Zeker. En vandaag gaan we een leuke oefening doornemen met jullie. Ja. En welke oefening is dat? Het is de duo squat. Cool. Nou, de duo squat, dat is hartstikke gezellig. Ja, zoals de naam eigenlijk al zegt, je moet het eigenlijk met iemand samen doen. Maar we hebben ook een oplossing gevonden van, stel er is niemand in de buurt, dan kan je hem ook in je eentje gaan doen. Nou, ideaal toch, hè? Zeker. Nou, dat gaan we even laten zien. Ja. Wordt leuk. Hier komt ie. Die kant op. We doen even iets anders, hè? Een beetje variatie is ook wel leuk. En we gaan nu een duo squat doen. Nou, helemaal geweldig. En hoe gaan we hem doen? Rug tegen rug? Of, We beginnen makkelijk en we bouwen het gewoon eventjes op. Dus hand in hand. Precies. Cool, goed opletten, hè? Heel belangrijk. Leuke squat. Ik kan gekruis pakken. Gekruis pakken. Zo. En naar achter leunen. He? Heel belangrijk. Dus je leunt naar achter. Dat maakt het veel makkelijker. Dan kun je veel dieper squatten. Je gaat gewoon op schouderweight staan en je gaat een beetje naar achter leunen. En zoals je al ziet, onze voeten zitten iets meer naar voren. Dus we zitten niet recht om onze schouders te zien. Oké, cool. Top. En 1, 2, goed afspreken. Wanneer je gaat. 1, 2, naar beneden. En naar achter leunen. En omhoog. Cool. Nog meer naar achter leunen. Ja. 1, 2. Dieper. Ja, goed zo. Nog dieper. Nog even. Cool. Dat was er 1. En nu gaan we de iets moeilijke variatie doen, rug tegen rug. Dat is best wel lastig. En dan moet je helemaal goed afspreken met elkaar. Gewoon een air squat en nu leun je tegen elkaars rug. Oké, dus tegen elkaars rug gaan leunen. En 3, 2, 1. Oké, je leunt tegen elkaar aan. Het is een beetje tricky, maar wel heel leuk. Dus oppassen dat je niet de blessure krijgt. Precies. Armen weer naar voren en je kan gewoon rustig naar achteren leunen. Tegen elkaar terug gaan en tel af. 1, 2, 3. Nu. Naar beneden en omhoog. Zie je? En nog eentje. Naar beneden. En omhoog. En omhoog. Nou, dat was een iets makkelijkere. Hij kan nog moeilijker. Nee, dat meen je niet. Oh my god. Nou, als je hem ook in je eentje doet, hè. Gaan we nog een steen doen? We gaan het nog moeilijker doen, dit is niet normaal dit. Nog moeilijker? Je denkt dat het niet mogelijk is, maar ja, Adriaan, voor mijn idee, hoe blijkt het toch weer mogelijk te zijn? Als je denkt van dit is allemaal te makkelijk voor me, pak een bal. Leuk, en die paasje hoort tussen je rug. Je rug. Ja, nou, geweldig. Ik druk hem tegenaan, houd het vast. Iets lager, 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 ongeveer bij je billen. Ietsjes boven je billen. Ja, is zo. Ja, is goed. 1, 2, 2. Shit. 3. Nog eentje. 3. Blijf, ik zie je op een tijd omhoog komt. Zoals je ziet, dat is heel moeilijk. Dat is wat je zegt. 2, 3. Dat doen we nog een keer. En nog. Heb je geen partner, dan ga je hem even tegen de muur doen. Ja, nou helemaal perfect voor mij. Dit is dan zeg maar als je geen partner bent. En dus geen Valentijn hebt gehad en altijd alleen zal zijn. Zoals ik. Pak je een bal en dan ga je hem tegen de muur doen. Perfecte oefening voor mij. Precies. Je zal zien. Ik doe hem ook heel goed waarschijnlijk. Nou, we gaan horen. Nou, oké. Okay. Pas hem weer ietsjes boven je billen. Okay, als je naar beneden gaat, dan zit hij niet in je nek. En zo is het fijn. Nou, oké. Okay. Op schouderbeen staan. Iets meer naar voren met je voeten. Je kan toch naar achterleunen, geen knie. Van naar voren en ga naar beneden. Zo diep als je kan. En je komt weer omhoog. Onze voorhoudingshouding heel belangrijk. Zorg dat je rug niet te hoog gaat, maar gewoon lekker recht blijft. En je kan toch leunen, geen probleem. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Heb je nou zoiets omhoog komt. Nou, even voor mij, die voel ik niet meer zo alleen. Die bal is het beste te vliegen. Nou, geweldig hoor. We hopen dat jullie er iets van geleerd hebben en het leuk vonden om hem te doen. Als je hem gedaan hebt, als je niet gedaan hebt, probeer hem even uit. Want voor ons was het ook de eerste keer dat we hem samen deden en geloof me. Teamwork is belangrijk. Precies. Maar hij is super leuk om te doen. Ja, sowieso, sowieso. Nou, je hebt veel plezier met de oefening. Ja. En wie weet, tot snel. Ja. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see.
Then I'm a motherfucking B.I.G. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies.